waar bemoeit zo'n Lubbers zich mee? Dat begrijp ik als ook niet. Als Engeland een geïsoleerd eiland wil blijven, dan blijft ze dat. Wat Splendid dat isolation, flauwe, natuurlijk. Wat heeft Lubbers Major te bieden? Een weekendje Maastricht in december. Dat zei de beroemde Engelse staatman Disraeli toch al. Die zei toch al, in matters of commerce, the fault of the Dutch is offering too little and asking too much. Dat gebeurt nu weer. Thatcher, hij heeft ze niks te bieden. Zou het kunnen zeggen. En die is in feite nog steeds Thatcher premier. Thatcher is nog premier, ja hoor. Ik word daar zo conservatief van. Hè? Ja, ik wil naar een geïsoleerd eiland kunnen vliegen Laat op een uur van blijven, hier. Zo, precies, ja. Met dat Nigeriaanse vliegtuig. In dat oude toestel. Ach, dat moet Air Holland kopen. Dat toestel, dat willen de mensen. Survival vluchten, vijfvoudige triathlons in dat toestel. Met gescheurde op flaps. En slacks en claps. En de lading in je nek. Lading in je nek en losse piloot, stoelen. Met zijn pet achterstevoren, stoel achterstevoren, lichtstoel. En met je neus een over de startbaan. Een getrainde baviaan of stewardess. Daarmee naar een geïsoleerd eiland. Uurtje vliegen met die Dat is avond. Dat is avontuur. Nou, welkom bij Cake op de Week. En laat die Robson alsjeblieft terugrotten naar dat geïsoleerde eiland 3-2, zeg. Maar het kerstbestand zal toch zeker niet worden geschonden in Joegoslavië. En dan kunnen in januari de hulpacties op gang komen, denk ik, ja, in Nederland. Ja, en daar is er al één. Gisteren lazen we in de Gooi in Eemlander een oproep tot financiële steun. Hoe komt u daar zo bij, mevrouw Veenendaal, dat plan? Hulp. Nou, ik niet. Het is niet mijn idee. Het is een idee van mijn zus. Eerlijk is eerlijk. Jet heeft het gedacht. Oh, ja. Heb je wat? Ja. Weer niks? Nee. Nog op de kerst nog helemaal blanco. Uh-huh. Het leeft niet bij de mensen, hè, Joegoslavië. Niet, hè? Hoe denkt u dat dat komt, dames? Ik denk dat dat komt doordat de meeste mensen er zelf geweest zijn in Joegoslavië. Kom je daar nou bij, zus? Dan zouden ze toch juist moeten geven, als ze er geweest zijn. Het is toch het heerlijkste vakantieland waar je altijd maar weer naar terug wilt. Nou, ik niet hoor. Ik dank je feest. Als Saint-Tropez zou zijn gebombardeerd. Of Tormelinos door de Basken. Dan wil Nederland wel helpen. Maar waarom dan niet dat heerlijke Dubrovnik? Ik begrijp het niet hoor. Nou, zo heerlijk vond ik Dubrovnik helemaal niet hoor. Hoe kom je daar nou bij, zus? Ja. Dubrovnik, niet heerlijk. Nee, je weet best hoe dat komt, ja. Oh, is het weer zover? Zit je weer met Dirtseja in je hoofd? Ik zit helemaal niet met Dirtseja in je hoofd. Jawel. Jij zit met Dirtseja in je hoofd. Ik denk Dirtseja. De tweede stad in Servië. Dames, dat is toch de tweede stad in Servië, Dirtseja? Nou, dat kan jij beter vertellen. Nou, Dirtseja, dat was een visser. Ja. 1968 in Dubrovnik. En die was eerlijk gezegd nogal gecharmeerd van mij. Ja, omdat jij naakt ging zwemmen. Nou, maar iedereen was bloot in Diatsea's een boot. Nou, ik niet hoor. Nou, ik wel. En daar schaam ik mij niet voor. Het was 1968. Dames, is uw hulp bestemd voor heel Joegoslavië? Servië, of voor Servië, Kroatië, Montenegro? Voor welke delen? Nou, het lijkt ons het leukste dat iedereen bij zijn gift vermeldt dat het geld bestemd is voor de vakantieplaats waar men persoonlijk de beste herinneringen aan heeft. In ons geval is dat dus Dubrovnik. En dat dat in Servië ligt, dat staat er buiten. Nee, dat ligt er buiten, Jet. Waar buiten, zus? Buiten Servië. Dubrovnik ligt niet in Servië. Oh. Dubrovnik ligt in Herzegovina. Ja. In 1970 waren wij in Rijeka. En dat is Servië. Wij zijn dus voor de Serviërs, maar eigenlijk voor alle Joegoslaven. Nee, Rijeka ligt in Kroatië. Ja, bovenin. Ja. Split. Wacht even. Split. Ja? Dat is Servië. Nee, weet je nog dat heerlijke hotel met die malle portier? Nee. Split. Dat is Servië. Split ligt in Dalmatië. Nee. Jawel, dat weet ik zeker, want daar ben ik gebeten door die hond. Ja, maar dat was Rijeka. Nee, ik ben gebeten in Jij werd gebeten in Rijeka. Nee, in mijn ik werd gebeten in mijn dijbeen. In mijn dijbeen. Ja, in dat weet ik nog wel. Die hond die dan maakt, je kan zo in mijn dijbeen. Nee, maar dat was in Rijeka. Dat is Servië.